So, ang Friso Sondag Morgen in the Turn met Brian in the Turn. Na lange tijd ben ik weer een beetje bezig met mijn planten vanwege een drukte en nog steeds heb ik het. En ik heb mijn superpo verwaarloosd een beetje. Zoals u ziet zit het vol met superpo's. Maar ik heb ook wat kunnen constateren. Zoals u weet heeft u walluizen, precies zo is er bij deze superpo iets anders opgetreden en dat zijn die dopluizen. Kijk u, dit. En voordat je denkt, is je hele aanplant aangetast door deze luizen. En dan komen er meer. Dus ik heb snel een mengsel gemaakt en erop gespoten. Kijk. En dat probeer ik nu te doen, omdat er veel nu superpo's opkomen, probeer ik hem te spuiten. Kijk hier, kijk de beginfase van de dopluizen. En als je goed ziet, een heleboel kleine superpo's komen al op. Hier heb ik weer één, kijk eens. En dan komen de nieren. En dat heb ik niet nodig. Deze moet ik komen knippen. Dus de bladeren die niet goed zijn, knip ik weer af. En daarna spuit ik hem gewoon met een beetje baking soda. Later, kijk hier, een aantal superpo's die opkomen. Maar vanwege die dopluizen, krijg je dit, kijk hier bovenop, ziet u, hier. Dan spuit ik hem. Dit zijn die dopluizen. Kijk. Hier bij de bladeren heb je ze ook. Hier ook. En voordat je denkt is je hele boom aangetast. Dus dit zie ik is de beginfase ervan. Hier ook boven. Meer. Yes. Is echt een aantal superpo's die opkomen. Yes, so. Okay. Kijk, hier heb ik weer eentje. Is echt. En de mieren gaan dood. Kijk u. Dus nog een paar keren zo ga ik hem spuiten deze week. En daarna heb ik niet zoveel last meer. Kijk hier weer. Kijk. Zo zien die dopluizen eruit. Kijk u. Dan komen er een heleboel mieren eraan. Kijk hier. Dit is hem. Hier. Groeit heel mooi, maar helaas, ja, de dopluizen vallen me superpo aan en het moet hard worden aangepakt.
And that is it for this Sonogomorgon. Met Brian in the tuin. Sopropo, behandeling the dopluizen op de sopropo. Het is net als de walluizen. Maar dit ziet er zo uit. Die walluizen hebben net op wit zo. En dit zijn, is groen. Dan wordt die later bruin. Kijk hier. Kijk hier. En dat is het. Tot de volgende keer.